Ja, dat gebeurt wel een keer meer. We hebben ook 2-0 voorgestaan tegen Leuven. We staan regelmatig wel een keer voor. Maar we kunnen er niet altijd vasthouden. En waaraan ligt dat dan, denkt u? Nou, dat ligt aan heel veel factoren. Legt u eens uit. Ja, dan staan we hier morgen nog, bij wijze van spreken. Voetbal is geen mathematiek, dus je kan altijd... het is geen wiskunde. Je kan altijd excuses vinden voor iets. Of je kan altijd een uitleg geven voor wat anders. En ik moet zeggen, de eerste helft hadden we het redelijk onder controle. We gaven bijna geen kansen weg. Oké, het veldspel was wel over het algemeen voor Lokeren. Tweede helft vond ik ook dat we redelijk goed begonnen. En op stilstaande fase. Ik denk dat Tarrevelm doorkopt en dat Harboui aan de tweede paal staat vrij. Dus dat betekent dat dus 1 of 2 mannen te veel naar de bal hebben gekeken, niet naar de tegenstander. Dan vind ik dat we dan een paar mogelijkheden gehad hebben voor een counter. Eén keer een overtal, één keer ook 2-1 met Perbe en Bourabia. Dat spelen we heel slecht uit. En dan vond ik eigenlijk dat de vrije schop die gegeven werd aan Lokeren, waar de goal uit kwam, vond ik absoluut geen vrije schop. Ik vond dat er helemaal niks gebeurde. Dus dat was wel jammer dat toch een beslissende fase was. Hij schiet me natuurlijk wel fantastisch in, Leko. Ja, en dan spelen we een beetje alles of niks. En dan krijgen we nog de kans voor 2-2, misschien met Nong, het schot. Maar oké, dan wordt het 3-1 en daar kan ik heel veel redenen aan halen. U hebt bewust een paar spelers aan de kant gehouden in het licht van de wedstrijd van woensdag? Nee, wie heb ik aan de kant gehouden? Ik dacht dat er toch een Charjou bijvoorbeeld. Charjou heeft nog geen ene keer gestart. U had het ook wat moeilijk met de beslissing van de scheidsrechter. Heb ik het me vergist of bent u naar binnen gestuurd? Ja, dat klopt. U hebt me niet vergist. Ik moet zeggen, ik had geen... tot eigenlijk de vrijschop van Leko, waar ik niet weinig of geen moeite met de arbiter. Er waren wat fases, zowel voor als tegen, die niet altijd correct waren. Maar ja, dat kan gebeuren. Dan vond ik eigenlijk dat hij na die call van Leko nogal wat fases tegenvloot. Bijvoorbeeld die vrijschop aan de zijkant, dat Blondel eigenlijk zuiver de bal speelde. Dus je krijgt een conversatie tussen... Dus daar komt die vent ook uit mijn onvoorstelbaar. Die ze heeft gewoon bij mijn zus in de klas gezeten. Maar dat wist hij misschien niet meer? Nou, misschien dat hij dacht bij zijn van ik ga geen keuren van haar. Ik ga het een keer terugpakken op mijn broeren. Dat kan ook natuurlijk. Maar dat is nu een beetje bullshit verhaal wat ik nu vertel. Met bepaalde interactie, maar dan krijg je bijvoorbeeld, dan krijg je een antwoord. En maar dat was puur uit frustratie. En dan word je weggestuurd. Bergen begon schitterend aan het seizoen. Het lijkt nu een beetje minder te gaan. En ook de bekerfinale lijkt toch behoorlijk ver weg. Ik moet zeggen dat we fantastisch goed begonnen waren aan het seizoen. We hebben de euforie van de eindronde meegepakt. Maar we hadden wel ingecalculeerd dat op een gegeven moment het bobijntje leeg ging zijn. En we hadden eigenlijk ingecalculeerd dat dat in december ging gebeuren. Maar in december hebben we het redelijk goed gedaan. En toen... de laatste match, 27 december, een goed resultaat gehad tegen Anderlecht, 1-1. En dan hebben we eigenlijk noodgedwongen een hele korte winterstop moeten houden. En dan eigenlijk direct weer beginnen. Dus we hebben eigenlijk de batterijen niet kunnen opladen die toch al een beetje leeg waren van die eindronde. En we hebben denk ik... ik geloof 9 matsen in 34 dagen. Dus dat houdt in dat... wij zijn de promovendus ploeg. We zijn verleden jaar in tweede klasse. Er zijn heel veel jongens die nog nooit in eerste klasse gespeeld hadden voordien. En dit is wel een beetje te veel van het goede. En dan zit alles nog wel een beetje tegen ook. Want we hebben best wel aardige wedstrijden gespeeld. Waarbij we niet het resultaat naar ons toe konden trekken. Ja, dat weegt natuurlijk enorm zwaar. En als jij resultaat kan spelen... Je moet aan de woensdag... We hebben nu zondag... woensdag, zaterdag gespeeld, 3 keer tegen de ploeg die 1 dag meer rust had dan ons. Dus dat houdt in dat je tussen 4 en 5 dagen verschil is er niet zoveel. Maar tussen 2 en 3 dagen is een heel groot verschil. Dus Club Brugge heb dat voordeel gehad, Kortrijk heb dat voordeel gehad en nu vandaag Lokeren. Nou, op zich, als je resultaatjes kan spelen, voel je die vermoeidheid niet zo heel erg. Want mentaal zit je goed. Maar natuurlijk, als dat een beetje tegenslaat, weegt dat 2 keer zoveel. En je gaat dan wat kwetsuren krijgen, zoals we vandaag ook gehad. We hebben het hele jaar nog een spierletsel gehad. Eigenlijk al sinds ik bij Mons ben. En vandaag hebben we de eerste spierletsel met Ibu. Dus die jongens, die zijn leeg, het vatje is op. Maar we moeten nog wel
woensdag nog een keer alles uit de kast gooien. Want oké, het ziet er niet florissant uit, maar in het voetbal weet je het nooit. Als wij heel vroeg kunnen scoren en et cetera, dan kunnen we misschien wel een keer voor die stunt zorgen. Dus we geloven er nog steeds in. Het allerbelangrijkste is natuurlijk mathematisch zo snel mogelijk gered worden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de uitslag niet zo gevolgd, want ik stond binnen, ik heb het niet kunnen horen. Maar we hadden vandaag hele goede zaken te doen in die wiskundige getallen. Maar dat moeten we nu opzij zetten en wij gaan vanavond in afzondering. Dus we laten eigenlijk niks aan het noodlot over voor eventueel woensdag nog een keer te stunten.